De tientallen parochianen van de Johannes de Doperkerk in Puifelijk... hebben maandagavond nog één keer geprotesteerd tegen de sluiting van hun kerk. Het protest vond plaats voor de deur van de kerk. Vier initiatiefnemers hebben een bezwaarbrief opgesteld die de aanwezigen konden ondertekenen. Met de brief willen ze officieel nog eens benadrukken dat de hele gang van zaken hen tegen de borst stuit. Het gaat om de wijze waarop de kerk is verkocht en het respectloze handelen van het kerkbestuur en de bischop. Dat is volgens de parochianen het grootste bezwaar. De kerk is al verkocht en leeggehaald, terwijl de bezwaarprocedure nog moet starten.